Nou, daar zeg je u tegen. Dat is mijn werkplaats. Daar staat een zonnewijzer. Het laatste project. Nee. Kijk, van daar ligt al wat nieuws. Voor een pomp. Daar ligt alweer wat nieuws. Heb ik weer uitgedokterd. En waar moet die voor gebruikt worden? Die koopt een pomp. Ja? Sigaret. Kijk, en dit is ook iets. Een mooi paard. Ja. Er staat geen paard in de gang, maar er staat hier in de garage. In de garage, ja. Jongen. Trillen is denk ik haast hoofdzakelijk dat een familiekwestie is. En dat is de laatste jaren alleen maar erger geworden, laat ik maar zo zeggen. De ene dag kan ik uit de keuken koffie inschenken voor haar. En een half uurtje later of drie kwartier later, nou, dat moet zij doen. Dat wil niet meer, dan begint dat zo te schudden. Heb je het afgelopen jaar nog veranderingen bij Appie gemerkt? Nee, anders niet veel dat het trager geworden is. Dan zeg ik wel, maar heb jij overal lang werk mee? Ja, dat is met lopen, maar dat ook is met andere dingen. En ja, toch langer werk. Kijk, zo kom ik op de fiets. En dat gaat goed, het fietsen? Nou, ik heb ook een beetje last van mijn... Hart? Van je? Nee, je moet even stil in willen. Ik kan er niet zo op komen. Heb ik medicijn voor het hart, laat ik maar zo. Ja. Nou, niet voor het hart, dat is... Ja, kom er nou maar op. Maar het fietsen op zich, daar kan u wel snelheid ja, maken? Jawel. Ik fiets, met zoek weer ook. En ik moet even naar het dorp. Dat ding staat er wel op vierwiel, maar ik ga mijn auto met fietsen. Ja. Het is heel onbekend. Iets, je leest het wel en je hoort het wel. Ik ken ook wel mensen bij die zijn er onder doorgewonnen, hoor, laat ik maar zo zeggen. Maar alleen natuurlijk, het wordt wat lastiger. En ik vind voor onze kleinkinderen vind ik het een hele beroerde ding, laat ik maar zo zeggen. Hoe lang speelt dat trillen? Nou, het is, laat ik het zo even zeggen, bij mijn kleinkinder. En een van onze kleinzoons die valt het op. Als ik hem naar een hand geef, dan tril je dan op. Dan zeg ik er niks van, maar hoe lang dat er is. Het zit er niet beter op gewoon sinds dat ik in 2002 met mijn werkzaamheden ben opgehouden. Maar daarvoor was het al een beetje? Dat was het al, ja. Ik heb natuurlijk de diagnose wel gesteld, maar eigenlijk kan je nooit helemaal 100% zeker de diagnose Parkinson stellen. Dus het is een waarschijnlijkheidsdiagnose. En die is gebaseerd op een aantal criteria die we daarvoor gebruiken. Nou, de meest gebruikelijke criteria die ik ook toepas zijn de Engelse hersenbank criteria. Zo van, hoe kan je bij leven de diagnose Parkinson stellen? Want in feite kan je het pas zeker stellen als je iemands hersenen na het overlijden onderzoekt. Traagheid van bewegingen is daarbij een voorwaarde, dat mensen dus merken dat bewegingen trager worden. En daarnaast moet er ofwel sprake zijn van een trilling in rust, ofwel van stijfheid bij doorbewegen van de spieren, ofwel van problemen met de balans. Nou, als die combinatie er is, dan voldoe je aan voorwaarden om de diagnose Parkinson te stellen. En daarnaast moeten er allerlei dingen niet zijn, omdat we weten dat mensen ook Parkinson-verschijnselen kunnen krijgen door andere oorzaken. Het helpt daarnaast om de diagnose ziekte van Parkinson te stellen als aan één kant de verschijnselen meer uitgesproken zijn, nou, als echt zo'n trilling aanwezig is. En uiteindelijk is het beloop op langere termijn een hele belangrijke factor, dat het langzaam achteruit gaat, dat er een goed effect van medicatie is. Eigenlijk is dat ook wel een voorwaarde om het zeker te kunnen zeggen. En dat op den duur
wisselingen in het effect van medicijnen optreden. Bij meneer Hoving is nog een beetje verwarrend dat hij een familiaire tremor heeft. Dus hij heeft ook nog een trilling, ja, waar die sommige mensen vergissen met Parkinson, maar niks met Parkinson te maken heeft. Ik denk eigenlijk dat u twee soorten trilling hebt. Dat u een beetje familiaire trilling hebt. En dat, ja, dat is een trilling die vooral optreedt als je iets vast hebt. Dus als u dat kopje hebt, dan zie je dat een beetje. Nou, dat zullen uw moeder en uw broer dan wel hebben. Ja. En daarnaast hebt u meer de Parkinson-trilling. En een Parkinson-trilling is eigenlijk een trilling als je niks doet. Dus als u gewoon zo zit, dan zie je, ja, dat die hand een beetje zo, ja, beweegt. En wat verder bij het onderzoek opvalt, is dat vooral die rechterkant, want dat vind ik toch wat verschil, wat stijver is. Nou, die combinatie van verschijnselen wijst in de richting van Parkinson. Soms is er iets anders aan de hand, wat verschijnselen geeft die op Parkinson lijken. Ik wil een bloed nakijken om te zien of er niks anders is. En ik wil een scan van het hoofd maken. Bloedonderzoek kan nu nog even. En ik wil ook even een hartfilmpje maken. De hart is ook, ja, ook nu wat onregelmatig, maar ik wil even zien op wat voor manier. Dus dat wordt ook zo dadelijk gedaan. Wat je op zo'n scan ziet, zijn plakjes, als het ware, van het hoofd. Net schedelbouw. En het gaat hier van boven, ja, naar beneden. Dit is het bovenste deel. Het witte hier, dat is de schedel, dus de buitenkant, ja, van het hoofd. Het volume van de hersenen is goed, er is geen krimp. De hersenkamers hier midden in de hersenen zijn niet te groot. Dus dat is eigenlijk allemaal prima. Er zijn geen tekenen dat u een herseninfarct, en zeker geen tekenen dat u een tumor of wat dan ook. Dus gewoon verder niks anders aan de hand. Dat past bij de ziekte van Parkinson, want de stoornis bij de ziekte van Parkinson, die zit hier onderaan in de hersenen, dat is zo'n subtiele stoornis, die zie je op zo'n scan niet. Je kunt met een ander soort scan kun je die werking wel wat meten, maar ja, daar wordt het ook niet anders van. Ik heb de scan vooral gemaakt om te zien of er niet wat anders aan de hand was. Nou, dat is niet zo, dus het blijft de ziekte van Parkinson. Het lastige met Parkinson, ik kan niet voorspellen hoe het gaat. Nee. Als ik u wat langer ken, dan zie ik een beetje hoe de ziekte bij u verloopt. Dan kan je die lijn meestal wel wat doortrekken. Als het wat sneller gaat, dan gaat het helaas daarna ook sneller. Ja. Maar als u een langzame vorm hebt, dan zie je dat in de jaren daarna ook, ja, in het algemeen langzaam blijft. Ja. Dus na verloop van tijd kan je daar wat meer, ja, inzicht, meer uitspraak over doen op langere termijn. Maar nu ken ik u te kort om te zeggen van nou, zo gaat het bij u verder verlopen. Of zo, ja, verwacht ik dat het bij u, ja, verloopt. Ja, ja. We maken nu een afspraak dat ik u over een maand of vier weer zie. Ja. Als er tussentijds dingen zijn dat u zegt van nou, ik vind dat slechter is. Of ook als u vragen hebt of denkt van nou, heeft dit ermee te maken? Kunt u gerust even bellen. Ja. En dan bel ik u dezelfde dag in het algemeen terug. Doen we dat. Dus dan schrijft de secretaresse op dat ik u moet bellen. Ja, nou, doen we dat. Aansluitend hebt u zo nog een afspraak bij de Parkinson-verpleegkundige. Die vertelt rondom de ziekte, nou, nog wat meer informatie. Neemt nog een aantal andere dingen van het leven van uzelf en uw vrouw, ja, wat voor invloed de Parkinson heeft. Niet van de familie toch, hè? Niet van de rest van de familie, nee. Met u door. Ja, is, ja? Goed. Okay. Ja. Autorijden, hoe gaat dat? Nou, goed nog. Ja. Ja, ik weet niet. Zal ik u zeggen ook waarom? Kijk, u kunt zich voorstellen dat als je heel veel dingen tegelijkertijd moet doen. Ja, en dat is autorijden natuurlijk bij uitstek. Ja, je stuurt, ja, je schakelt, ja, je geeft gas. Precies, je... Maar je anticipeert ook op wat er om je heen gebeurt. Hè? Je moet reageren op als er een kind voor, of als er een fiets opzij gaat, of als er een stoplicht op groen staat. Dat zijn heel veel dingen tegelijkertijd. En soms zeggen mensen, ik merk dat ik toch iets trager word met autorijden. En dat ik zachter ga rijden om wat meer tijd te winnen. Nou, dat zult u misschien zelf niet zozeer merken, maar wel degene die naast u rijdt. Soms zeggen mensen ook, als ik de bocht om moet, bijvoorbeeld, deed ik het vroeger zo. Ja. En nu merk ik dat ik die maak. Grotere bocht merkt u wel. En hoe komt dat? U ziet die bocht aankomen en dan moet u reageren. Maar dat komt iets later binnen dan het vroeger binnenkwam. Dus u reageert pas hier. En dan maakt u dus een iets ruimere bocht. Ja, ja, ja. Wil niet zeggen dat dat niet meer kan, nee. Want dat is beslist niet. En mensen die al zo lang auto rijden als u dat waarschijnlijk gedaan hebben, zo verschrikkelijk veel ervaring dat dat nog heel lang kan. Maar ik denk wel goed is om
om u goed te realiseren dat dat ook, dat Parkinson ook van invloed kan zijn op dat autorijden. Ja. En ik weet niet of u het overweegt, maar als u nog eens ooit overweegt om een andere auto te kopen, alles wat je uit kunt schakelen in dat autorijden. En dat zou bijvoorbeeld het koppelen kunnen zijn. Hè, wat soms ook lastig is als je met je voeten precies op dat stukje precies moet doseren. Ja. Dan zou je dat bijvoorbeeld uit kunnen schakelen door een automaat te gaan rijden. Ik heb het boekje had u al van dokter Rutgers gekregen. Ja. En laat ik die hier, dan geef ik u wel mee het foldertje van de patiëntenvereniging. Dat heb ik afgesproken met de vereniging, dat ik u daar toch op attendeer dat dat bestaat. Daar kunt u lid van worden. Dat is een hele actieve vereniging die mooie stukken schrijft, leuke dingen organiseert, leerzame dingen organiseert. Het is net wat u zelf prettig vindt. En wat is het belang van zo'n activiteit voor mensen met de ziekte van Parkinson? Bewegen is heel belangrijk voor de Parkinson-patiënt. Dus je moet lenig blijven. Als je een tijdje niet beweegt, dan verstijf je helemaal. En probeer zo ver als je kan door te draaien naar achteren. En het zwemmen, wat is daar de meerwaarde aan? Nou, het is niet echt zwemmen wat we doen, hoor. Het is alleen maar bewegen in het water. En het is gewoon warm water, heel lekker warm, dus dat is voor je spieren lekker. En je hebt minder weerstand in het water, hè, dus je oefent wat makkelijker. Alleen je moet wel heel goed op je evenwicht letten. En dat is ook voor het lotgenotencontact heel belangrijk. Ja. Je hebt allemaal dezelfde problemen, hè, waar je tegenaan loopt. En dat hoor je van elkaar, ook bepaalde tips geef je dan weer aan elkaar. Er zijn in het begin best wel mensen geweest die eigenlijk nog helemaal geen contact hebben gehad met iemand die ook Parkinson heeft. En die vonden het best heel eng. En wij zijn eigenlijk wel een vriendengroepje geworden. We gaan ook wel met elkaar uit eten. We doen wel leuke dingen met elkaar. En voor de partners is het ook heel belangrijk, want die ontmoeten elkaar hier ook. Dus die kunnen ook heel veel aan elkaar hebben. Je hebt gewoon maar één haalwoord nodig, hè. Ja. Weet je, bijvoorbeeld met je geld in je portemonnee. Oh, kun je daar en daar zo'n portemonnee kopen die verder open gaat, dat je het geld beter kunt pakken. Het zijn alleen al van zulke tips. Ja. Ja. Ja, en er zit eentje bij ons in de groep, die heeft zo'n stok ontwikkeld. Want die heeft startproblemen, dus die kan zo'n stok en dan gaat er zo'n klepje uit en dan moet hij er overheen stappen. Ik zei al tegen hem, die moet hij ook trooibaan vragen. Ja. En dan kan hij beter lopen. Ja.